Goedemorgen, vanmorgen kwam ik erachter dat de band van mijn auto lek was en die gaan we nu even zelf repareren. Dit is de boosdoener. Een band repareren of een prop erin trekken kun je prima zelf doen. Dat is eigenlijk een skill die iedereen zou moeten kunnen. Het is nu bijvoorbeeld zondag. Ik kan de wegenwacht laten komen of iets dergelijks, maar daar moet je dan wel lid van zijn. De garages zijn gesloten. Ik vind het handig dat je die dingen allemaal zelf kunt. Zo ben je onafhankelijk en ben je altijd binnen een bepaalde tijd weer back on track, zeg maar. Voor het gemak haal ik even de band eraf, zodat ik het beter kan filmen hoe het in zijn werk gaat. Een van de eerste dingen die ik doe is even de band wat harder oppompen, zodat we lek kunnen vinden. En het is ook makkelijker met het inbrengen van de plug. Vaak kun je het zo al vinden. Als het niet lukt, kun je gewoon met een simpel zeepsopje inspuiten. Kijk, en dan gaat het vaak. Ja, hier zit hij al. Daar. Dan krijg je belletjes waar het gat zit natuurlijk. Net als vroeger je fietsband. Alles werkt, hè. Dreft. Dit is geen dusty, maar gewoon een soort zeep. Dus. Nou, we zien hier dat er dus een spijker of zo in zit. Die gaan we eerst eruit halen. Klein kniptangetje. En daarmee kun je meestal met een beetje moeite kun je onder de schroef of spijker of wat dan ook komen. En anders pak je hem gewoon aan de bovenkant. En dan komt hij. Nou, ik ben benieuwd wat het is. Volgens mij spijker. Ja, spijker. Het is ook handig om te kijken wat de richting is. Hij is er dus zo ingegaan. En die richting die is handig omdat je dadelijk weet hoe je die prop er makkelijker in krijgt. Het is een behoorlijke spijker. Dat is die. Nou, laten we hem even een beetje erin zitten. Zo, dan loopt de band niet helemaal leeg. Nou, om dus een band te repareren heb je een setje nodig. Ik heb een online setje gekocht bij Toolstation volgens mij. Ja, Toolstation. En voor 10 of 12 euro heb je gewoon een setje met een hele hoop proppen om je banden te repareren. Ik laat je even zien wat er in de doos zit. Nou, eens even kijken. Openmaken. Ik heb al een paar van dit soort setjes versleten met de motor. Dit hoort volgens mij hier. Zo. Nou, eens kijken wat we hebben. We hebben proppen. Ik weet niet hoe die dingen in het echt heten. Het zijn een soort van tire seals. Het zijn een soort van rubber veters, zeg maar. Zo. Nou, hier kun je wel even mee vooruit. 5, dat zijn er 20. En we hebben een mesje. Dat is om straks af te snijden. Nou, deze is handig. Dit is om je ventiel te verwijderen. Soms gaan die ventielen worden ook wel eens slecht. Dus het kan nooit kwaad om een paar ventielen nog in deze doos te bewaren. Maar ook om het oppompen te vergemakkelijken en leeg laten. Dan heb je, wat staat hier op? Rubber solution. Nou, dit doe je straks om je prop, zodat het als het ware vulkaniseert. Ja, twee tubetjes. Dit is het risico, die kunnen wel eens uitdrogen als je dat een jaar of zo in de kast hebt liggen. Dus daar moet je af en toe naar kijken. Dan, dit is een soort vijl, zeg maar, om dadelijk in het gat van die spijker het gat wat ruimer te maken. En de metalen bedrading, dus de
het canvas, of ja, hoe noemen ze dat, in de band, metaal gangbaar te maken. En dit is om de prop er dadelijk in te schieten. Je duw je de prop meer in en dan haal je hem langzaam eruit. En je ziet dat hier in de opening, ik weet niet of je dat kan zien. Ja, er zit een heel klein gaatje daar aan de top, zodat hij er ook wel uit kan schieten. Aan zich moet ik zeggen, voor een tientje. Volgens mij was het 10,33 euro of zoiets. Ja, bedrag. Of 12,33 euro. Maakt ook niet zoveel uit. Dan heb je eigenlijk een heel mooi koffertje waar het allemaal in zit. Het is niet echt voor op de motor, maar wel voor de auto is het handig. Of in je werkplaats te bewaren. Ja, dan moet je gewoon hebben dit. Nou, ik heb het belangrijkste gedeelte. Goed onthouden wat ik net ook al zei, wat de richting is van die schroef of spijker. Zodat je dan ook in die richting de plug erin kan maken. Nou, het eerste wat je doet is haal de spijker eruit. En dan pak je de vijl of de rasp, in het Engels geloof ik, zoals die heet. En dan ga je in de richting waar die erin zat, ga je het gat groter maken. En dat heeft even wat kracht nodig. Meestal een beetje erin draaien en dan kun je hem in één keer eruit trekken, waardoor je het gat ruimer maakt. Kijk. Kijk, zo maak je het groter. En hoe beter je dit doet, hoe makkelijker je daar die plug erin krijgt. Dus hier mag je best wel wat aandacht aan besteden. Nou, dan laat je hem even erin zitten en dan maken we de plug klaar. Dus eerst halen we één zo'n eentje eruit. Plakt enorm, die veters. En dan gaan we die in dit toe stoppen. Een beetje plat knijpen. En dan krijg je ze er meestal wel door. Als er eenmaal een stukje doorheen is, dan... Nou wordt het heel makkelijk. Het begin is even moeilijk. Ja. Kijk, en dan kun je hem al pakken waarschijnlijk. Belangrijk is dat je hem nou tot de helft ongeveer doortrekt. Dus dit is ongeveer de helft. Nee, iets meer nog. Zo. Zo. En wat je dan doet is eigenlijk hier een beetje van die lijm. Verdeelt zichzelf bij het erin doen. Niet te veel. Haal deze er even uit. En nou ga je deze in dezelfde richting waar het gat zat, met die lijm erop, gaan we hem erin duwen. En dat kan soms een beetje moeilijk zijn, een beetje draaien. Maar dan gaat hij al. En dan zorg je dat er ongeveer een centimetertje of 2, zo, 2,5 bovenuit steekt. En dan trek je hem in een snelle beweging en hou je deze even vast, zo. Haal je hem eruit. Kijk. Nou zit hij er gewoon in. De lijm heeft zich goed verspreid. En nu gaan we hem afsnijden. Kun je met het bijgeleverde mesje. Kun je hem net boven het oppervlak. Afsnijden. Komt ze niet zo heel precies. Het is meer dat hij er zichzelf niet eruit trekt met rijden waarschijnlijk. Zo. En nou is je band gerepareerd. Je kunt hem nog even testen. Soms wil het nog wel eens zijn dat een klein luchtbelletje langskomt. Deze is gewoon echt goed dicht, zo te zien. Ik zal daar even druk op zetten. Maar door het rijden drukt die prop zich en vulkaniseert dat het als het ware een beetje met het rubber. Een kleine tip wat ik nog altijd even doe is als je het wiel er dan toch af hebt,
Kijk ook even naar je achterremblok of die nog goed zijn. Dat kun je nou mooi zien. Dan kan het wiel er weer tegen en dan doen we nog een beetje kopervet aan de boutjes. Zodat die altijd mooi los gaan. En je straks langs de weg, als dit dus een keer voorkomt, je niet op zo'n wielsleutel, zo'n korte wielsleutel, dat de hengsten en hem niet los krijgt. Dan zet je nog even de momentsleutel erop. Kun je langs de weg natuurlijk niet. Het is een prima setje. Het zijn bijna allemaal dezelfde universele setjes. Allemaal in andere verpakkingen wat je op het internet ziet. Vaak in een tweetje of in een doosje. Je hebt het doosje van de werkplaats. Je kunt het natuurlijk ook in je auto leggen. Maar dan heb je nog iets nodig om hem op te pompen. Dus je kunt het bij een tankstation doen. Of je neemt wat patronen mee. Van die CO2 patronen of een klein elektrisch compressortje. Dat zou je, als je dat aanvult op deze set. Dan kun je eigenlijk overal heel snel je eigen band repareren. En je hoeft de band echt niet van de auto af te halen. En dit soort setjes zijn te koop voor rond een tientje. En je hebt er jarenlang plezier van. Je moet alleen even af en toe kijken dat die tubes goed blijven. Ik zal die CO2 patronen even laten zien. En dat zijn gewoon CO2 patronen. 3 stuks. Nou, met 2 krijg je makkelijk een motorband vol. Een autoband is in ieder geval een beginnetje als je er 3 in krijgt. Dan doe je heel simpel met dit schroefje op het ventiel. En daarna op die cartridge. En dan pomp je je band op totdat die cartridge leeg is. Dat is een alternatief. Voor op de motor is het prima, of quad of iets dergelijks. Maar voor de auto zijn ze eigenlijk te klein. Dus daar zou ik een elektrisch pompje meenemen. En wat ook handig is voor de auto, is een auto zit vaak een hele korte set. En dan sta je kracht te zetten of te stampen, krijg je wiel niet los. Deze is uitschuifbaar. Nou, als je die in je gereedschapsset toevoegt, heb je nooit een probleem om iets los te krijgen. En je hebt een dop, die kan er op 2 manieren op. Dat is super handig. Nou, dit was dan de band repareren. Je kunt het dus makkelijk zelf doen. Je hebt het echt in een paar minuten gedaan. Vooral als je de band op de auto laat zitten. Dan kun je ook makkelijker kracht zetten dan op de grond zelfs. Met het wiel ernaast. Maak vooral je eigen setje. Ik heb hier al heel veel plezier van gehad. En een hele hoop banden gerepareerd langs de weg. Vooral van de motorfiets, maar ook van de grasmaaier. En die onafhankelijkheid is wel prettig. En dan weet je zeker dat je verder kunt rijden. Ook al ben je er een uur mee bezig. Het maakt niet uit. Zorg er ook voor dat je eigenlijk voorbereid bent. Dat je bijvoorbeeld een langere sleutel, wat ik net liet zien, in je auto legt. En iets om op te pompen hebt. En dan kun je eigenlijk de hele wereld aan met zo'n simpel setje voor rond een tientje. Nou, als je nog vragen hebt, stel ze dan hieronder in de comments of opmerkingen. Ongetwijfeld een hoop opmerkingen over doe dit niet, doe dat wel. Maar hiermee kun je in ieder geval verder komen. En op naar de volgende video.